Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Gigabyte, OCZ en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV. Het eerste moederbord met Intel Thunderbolt, de MSI Z77A GD80. Welkom bij Hardware Info TV. We hadden al 20 moederborden met Intel Z77 chipset getest. En daar kwam deze week een 21ste bij. En die 21ste is wel bijzonder, want het is het eerste moederbord met Intel Thunderbolt chip erop. En dan hebben we het over de MSI Z77A GD80. Ja, Thunderbolt, dat kennen we al van verschillende Apple computers. Het zit onder meer in de iMac, het zit in de MacBook Air en de nieuwste MacBooks. Het is een hele bijzondere technologie eigenlijk. Want ja, het is een combinatie tussen PCI Express en DisplayPort. Ja, en dan door één kabeltje. Dat maakt echt het bijzondere. Het is inderdaad, het verhaal gaat dat de standaard bedacht is door Apple. En dat ze daardoor ook lange tijd het alleenrecht ervoor hebben gekregen. Het is in ieder geval ontwikkeld door Intel. De naam Thunderbolt is ook gewoon van Intel. En het is inderdaad wat je zegt, PCI Express en DisplayPort door één kabel. En daarmee kun je dus via één kabel eigenlijk meerdere apparaten op je PC of laptop aansluiten. En juist dat het feit dat het allemaal door één kabel gaat, dat is een groot voordeel. Zeker als je even aan laptops denkt. Wat Thunderbolt eigenlijk mogelijk maakt, is dat je je laptop op je bureau neerzet. Die ene Thunderbolt kabels klik je erin. En dan al je andere apparatuur, je monitor, je externe harde schijven, je toetsenbord, muis, alles kan dan aan die ene kabel. Eigenlijk als een soort docking station. Ja, een docking station met een kabel. Nou, hier zien we dat nog een keer schematisch uitgebeeld. Eén Thunderbolt kabel gaat dus PCI Express, dus eigenlijk een standaard PCI Express signaal doorheen en een DisplayPort signaal voor monitoren. De totale bandbreedte van een DisplayPort kabel, dat is ook wel bijzonder, 10 gigabit per seconde. Dat is stukken meer dan USB 3.0 of dan FireWire of dan welke andere standaard dan ook. Dus in potentie is Thunderbolt, naast het feit dat het zo veelzijdig is, is het ook nog eens de snelste interface van de computer op dit moment. Ja, en dat maakt het heel erg interessant, zeker in combinatie met notebooks, maar ook met andere soorten systemen, is dat je dus eigenlijk een uitbreiding naast je PC neer kunt zetten, die je op topsnelheid kunt benaderen. Ja. En een belangrijk ding om je even te realiseren bij Thunderbolt is dat het niet net als bij USB in een zogenaamde ster-architectuur werkt. USB weet je natuurlijk allemaal, je kunt of een apparaat rechtstreeks op de PC aansluiten of je zet er een hub tussen en dan kun je vanuit die hub weer bijvoorbeeld naar vier andere apparaten. Bij Thunderbolt werkt het compleet anders. Daar praten we over zogenaamd daisy-chainen, ofwel het doorlussen van apparaten. Nou, dat laten we hier ook zien. We hebben hier één kabeltje, dat komt uit het MSI-moederbord. Dat gaat naar dit opslagsysteem van Promise, dus een Pegasus R6. Dat is een 6B-apparaat waar 6 harde schijven in zitten en die dus via Thunderbolt aangesloten kan worden. En vervolgens gaan we door naar deze MyBook Thunderbolt van Western Digital. En daar komt ook weer vervolgens een kabel uit waardoor we een DVI-monitor kunnen aansluiten. Ja, dus uiteindelijk ook weer gewoon een standaard DisplayPort-monitor op kunnen aansluiten. Ja. Want de grap is ook dat de Thunderbolt-stekker is identiek aan mini-DisplayPort. Dat betekent dus dat je een DisplayPort-monitor ook standaard direct op die DisplayPort-uitgang van het moederbord kunt aansluiten. Of ja, deze adapter kunnen aansluiten en DVI kunnen gebruiken. Of inderdaad aan het eind van de daisy-chain. Wat je wel moet realiseren is, de kabels zijn niet hetzelfde. Dus je kunt niet een DisplayPort kabel tussen dat moederbord en die harde schijf stoppen. Dit is wel echt een bijzondere kabel en echt goedkoop is die ook niet. Nee, ja, ze kosten zo rond de €50. Inmiddels komen er ook nieuwe verschillende fabrikanten op de markt die ook kabels gaan maken, behalve Apple. Ja. StarTech heeft inmiddels ook kabels op de markt. Die van Apple zijn standaard 2 meter. StarTech heeft ze nu van 1, 2 en zelfs ook 3 meter. Die van 3 meter is wel heel erg duur. Ja, ja, hier bij elkaar zie je toch bijna €100 aan kabeltjes liggen. Ja. Nou, even in dit schema kunnen we zien hoe die Thunderbolt chip eigenlijk is verbonden op dat moederbord, op die Z77A GD80. Het is misschien niet heel goed om te zien, maar hier in dit hoekje hier, een beetje verscholen achter het koelblok en in ieder geval in de buurt van de DisplayPort stekker, daar zit die Intel Thunderbolt chip. Ja, die heeft eigenlijk twee ingangen. Hij hangt via PCI Express x4 aan de chipset. Dus gaat hier van de Z77 chipset, gaat nog een PCI Express x4 verbinding naar de Thunderbolt controller. En daarnaast pakt hij ook via een DisplayPort signaal pakt hij het videokaart signaal van de videokaart. Dus op die manier komen beide dingen bij elkaar
in die chip en vanaf daar gaat dat via de stekker naar buiten. Nou, misschien nog even goed om te benadrukken. Dus als je dus een monitor aansluit rechtstreeks op dit moederbord en je sluit er vervolgens ook nog een monitor aan via het Thunderbolt systeem, dan kan je gewoon twee monitoren adresseren. Ja, je zou er zelfs drie kunnen aansluiten, want het is bekend dat Ivy Bridge tot drie monitoren ondersteunt, mits je drie uitgangen hebt. Dit moederbord heeft dan Thunderbolt, wat werkt als DisplayPort. Het moederbord heeft ook HDMI en nog een VGA-uitgang. Nou, die laatste is natuurlijk alleen analoog, maar daar zou je dan misschien een wat kleiner scherm op kunnen aansluiten. Maar het is in ieder geval prima mogelijk om alle drie de monitoruitgangen tegelijkertijd te gebruiken. Voor Thunderbolt heb je eigenlijk geen drivers nodig, want ja, het is gewoon DisplayPort en PCI Express. Ja. Maar voor de apparaten die je op aansluit, daar kan je wel drivers nodig hebben. Ja. Want zo'n systeem als dit, wat eigenlijk gewoon een RAID-kastje is, een RAID-controller met zes schijven. Nou, ja, er zit dus eigenlijk hier gewoon een PCI Express RAID-controller in, die dus via dit kabeltje wordt aangesloten. Nou ja, voor die PCI Express-controller heb je een driver nodig. Ja, maar voor Thunderbolt zelf niet. Het is ook niet zo dat MSI een CD meelevert met Thunderbolt-drivers. Die zijn er niet. Want het besturingssysteem heeft niet eens door dat Thunderbolt bestaat. Maar die kent al PCI Express en DisplayPort. Exact. Het besturingssysteem denkt gewoon, nou, nog iets op PCI Express, dat snap ik. En sommige apparaten, ja, die werkelijk direct, omdat Windows al de drivers heeft, bijvoorbeeld die MyBook Thunderbolt van Western Digital, ja, dat is eigenlijk gewoon een Asmedia PCI Express naar CLATA chip. En als we kijken in in de device manager van Windows, wat er gebeurt als we die via Thunderbolt aansluiten, dan zie je dat er heel veel van die, ja, Windows noemt het dan PCI to PCI bridges voorkomen, van die overstappunten. Je gaat van de processor naar de chipset en van de chipset naar de Thunderbolt controller. Nou, er zijn een aantal stappen die je in Windows allemaal terugziet, dat is PCI to PCI bridge. Maar uiteindelijk kom je gewoon uit bij een standaard Asmedia SATA controller en daar hangen de twee harde schijven aan. Dus dat ding aansluiten werkt gewoon zonder enige driver, gewoon je kunt meteen aan de slag. Nou, het enige wat natuurlijk niet meegeleverd zijn natuurlijk de configuratie tools van bijvoorbeeld Western Digital of Promise, want die zijn er nog niet voor Windows. Ja, dan moeten we als Windows gebruikers toch een beetje aan wennen, dat er apparaten zijn met alleen maar Mac software. Maar ja, het is op zich niet gek, want tot nu toe was Thunderbolt natuurlijk alleen maar op Apple computers verkrijgbaar. Dus het had helemaal geen nut voor de Western Digitals of de Promises van deze wereld om Windows software en Windows drivers te gaan maken. Ja, nu met dit soort bordjes en er zullen de komende tijd ook laptops met Thunderbolt op de markt gaan komen. Nu Thunderbolt gewoon een beetje in de Windows wereld terechtkomt, zullen dit soort apparaten langzaam maar zeker ook wel voorzien gaan worden van Windows software. Maar de eerste tijd is het echt wel even opletten. Want het kan dus best zijn dat je een apparaat koopt dat eigenlijk alleen maar voor de Mac geschikt is. Maar ja, er zal ongetwijfeld veranderingen in komen. Ja, het is in ieder geval een hele interessante technologie. Voor desktops, ja, is het interessant. Voor notebooks nog wat interessanter. Want ja, dan heb je echt dat voordeel van het ene kabeltje. Als je bijvoorbeeld thuis komt of op je werk komt en je wil al je apparatuur aansluiten. Ja, en het maakt toch wel externe apparatuur toch weer een stuk interessanter. Ja, nou dan tenslotte nog heel even over dat moederbord, die GD80. Want we zouden bijna vergeten, het is ook nog wel wat meer dan alleen Thunderbolt. Al moeten we wel zeggen, eigenlijk is dit moederbord bijna hetzelfde als de Z77A GD65, een bord dat we al eerder hadden getest. Het was ook een bord waar we wel erg enthousiast over waren, want dat had, zoals wel vaker bij die GD65 goede prijs-kwaliteit-verhouding. Exact, een goede gulden middenweg tussen lekker veel features, maar ook niet een bord onbetaalbaar maken. Het was ook een van de zuinigste Z77-borden, dat zien we bij die GD80 ook weer terug. En MSI weet echt wel hoe ze onder andere dankzij hun Dr. Moss-chips die borden toch lekker zuinig in gebruik kunnen maken. Het enige wat me een beetje tegenstaat is het grote prijsverschil. Want als je bekijkt, die GD65, die kost zo'n 180 euro gemiddeld. Deze kost zo'n 265 euro gemiddeld. Dus als je snel rekent, betaal je eigenlijk 80 euro. Alleen voor een Thunderbolt controller, waar je dan op dit moment in de Windows wereld nog niet zoveel aan hebt. Dus uiteraard een kip-ei-probleem. Dan moet natuurlijk veel meer Thunderbolt apparatuur op de markt komen. Maar met Windows drivers, maar om er tot die tijd al 80 euro aan uit te geven. Ik kan me niet voorstellen dat die chip zo duur is. Nou ja, goed. Ik denk ongetwijfeld dat er meer aanbod gaat komen en dat de prijzen vanzelf omlaag zullen gaan. En daarmee komen we weer aan het eind van Harte Info TV. Vergeet het niet, we zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.